Dus dat je vanaf deze kan eten. Niet te veel roze. En deze wordt de sambal. Deze vind ik heel mooi, gewoon met 35. Het is weer proeftijd. Ik denk dat het logo gewoon altijd zwart of wit moet zijn. Pink vis, het klinkt zo leuk. Inspiratie op door van clipboard willen. Howdy ho, hele ochtend lekker gewerkt en ik ben nu bij Tika in Aalsmeer. We wilden daar al best wel een tijdje naartoe gaan, maar het is best wel duur en je moet een pas kopen van 50 euro. En ik heb altijd een pas gehad, maar die is nu verlopen, dat was voor mijn webshop. Alleen ik heb zoveel winkels afgezocht naar servies dat ik denk, ja, moet je toch maar gaan kijken. En geen idee of ik wat ga zien. Als we echt veel zien, is het wel waard om zo'n pas te kopen, maar misschien is het veel te duur. Misschien zie ik een paar leuke merkjes en kan ik die merkjes weer persoonlijk benaderen, weet je, dat werkt soms ook. Maar ik moet het in ieder geval gezien hebben. Dus dat. En verder ook zo nog even bellen met een notenmerk. Die noten verkopen die ik heel lekker vind. En het lijkt me ook leuk om rechtstreeks via hen samen te werken. In plaats van via groothandel. Want dat is wel mijn voorkeur. Heel benieuwd naar Tika. Sowieso superleuk. Mel en ik wilden dit eigenlijk heel graag samen doen. Maar we hebben de taken dus verdeeld. Dus ik ben alleen. En we gaan het zien. Nou, ik heb niks gevlogd in Tika. Want ik was terug bezig met foto's maken voor mezelf en Mel. Maar dat viel niet tegen. Dat was wel eigenlijk... Ik wist het eigenlijk ook. Ik ben hier al vaker geweest. Alleen omdat iedereen zei het is zo duur. Dacht ik, ja. Het is ook duur. Maar de prijzen zijn echt wel goedkoper dan in de winkel. Ik ben alsnog wel blij dat ik ook heel veel winkels af ben gegaan. Want daardoor weet ik wel gewoon wat er is. Maar ik heb heel veel foto's gemaakt. Ik zie dat ik zoveel foto's had gemaakt. Moet je kijken. Echt mega veel foto's gemaakt. Een beetje wat sfeerfoto's voor mezelf gemaakt. Van dat ik nog even terug kan kijken wat ze hier nou verkopen. En de dingen die ik leuk vond heb ik echt met mijn hand een foto gemaakt. Zodat je ook ziet bijvoorbeeld hoe zwaar het is. Kan je een beetje aan mijn hand. Kan ik dat terugzien op de foto. Hoe het van dichtbij uitziet. En dan van het merk. Van de barcode. En ik denk ja, ik ga ook even online kijken of ik rechtstreeks bij die merk kan inkopen. Hoesta had ik al een account aangevraagd. Die is inderdaad heel leuk. Ook goedkoper. Nou, en dan waren er nog een aantal merkjes waarvan ik een enkel iets leuk vond. Maar oh, Pomax. Ik denk dat ik bij Pomax en Hoesta echt wel ga slagen. Wel leuke bakjes gezien. Planken. Eigenlijk wel genoeg. Dus ik ga bij Max en Gusta even online kijken. Want nu iets kopen is zonde, want het is 25 euro. En ik moet het ook met Mel overleggen. Dus een paar dingen meenemen. Wat ik soms doe is nu niet handig. En ik wil dus even kijken of ik het ook gewoon rechtstreeks kan kopen. Dan hoeven we ook die 25 euro niet te betalen. En dan hoeft het niet via Tika. Nou, ik ben wel blij dat ik even ben gegaan. Het was niet fantastisch. Maar er was wel echt meer dan in de winkel. Dus die mevrouw van de noten had me teruggebeld. Dus die ga ik nu bellen. En dan ga ik lekker terug naar huis rijden. En I love dit hoedje trouwens. Hi, je spreekt met Charlotte van 35. We hebben nog dus niet echt de perfecte benaming ervoor. Want als je gaat opzoeken wat er allemaal bistro en alle, het valt niet onder één naam eigenlijk. Maar we noemen het een borrelconcept. Luxe, borrelen, niet al te luxe. Want het moet wel betaalbaar blijven. Maar tegenwoordig heeft iedere zaak wel een borrelplank. Bij ons wordt zeg maar alles op planken. En de borrelplanken, de grote borrelplanken worden ook echt wel gewoon bijzonder. Er komen producten op die je niet overal krijgt. Qua noten zie je eigenlijk ook heel vaak hetzelfde. Het is of een heel simpel mixje of het is een luxe mix, maar altijd een beetje hetzelfde. Of het nou als we het rechtstreeks via jullie regelen, of het nou dan goedkoper is dan voor bij een groothandel. Hey, dankjewel. Ja, doe ik. Oh, zo'n lekkere Amsterdamse vrouw. Ik word er helemaal blij van. Ze was super aardig. Ze hebben, nou, ze vertelt wat leuke dingetjes, maar ook natuurlijk dat ze andere soort noten hebben. Ze zegt qua pijnboompitten ligt bij bijvoorbeeld 30 euro onder de kilo prijs met de Sligro. We hebben ook kleine dadel- en vijgenstukjes. Ze gaan een prijslijst sturen, ik ben benieuwd. Ik vind het gewoon zo leuk om alles rechtstreeks bij de mensen zelf te kopen in plaats van bij de groothandel. Is dat ook weer een vinkje eigenlijk? Ja, nu moeten we nog kaas, vis en worst. Toch wel weer een productief dagje dit. Ik ga thuis lekker meteen op zoek naar het servies. We hebben mezelf afgesproken van oké, ik ga deze week even niet aan het servies. Maar eerst even aan die menukaart. Maar ik merk dat ik die combi heel fijn vind. Want alleen maar achter de computer zitten word ik echt niet vrolijk van. En het inspireert je ook weer door die afwisseling. Als ik dan weer bakjes en planken zie, dan krijg ik meteen weer inspiratie. Dus die afwisseling vind ik wel heel erg fijn. Maar ik moet zeggen, op een gegeven moment gisteren dacht ik zelfs, ik mis het klussen een beetje. Want ik ben alleen maar met het menu bezig. En die afwisseling is soms ook wel lekker. Dus Mel is trouwens super goed bezig. Ze heeft gisteren keuken opgehaald. Die hebben we gekregen van familie van haar vriend. Marmeren blad, de bar, afzuigkap. Ze is nu de achterwanden aan het verven. Ik heb haar een camera gegeven om te vloggen, maar ja, het is natuurlijk niet helemaal haar ding. We zijn echt lekker bezig. We zien elkaar wel echt super overdreven weinig nu, maar we zijn lekker bezig. En het is gewoon echt veel meer werk dan we hadden verwacht. Dus als we dit niet apart hadden gedaan van elkaar, dan waren we echt nogal lang niet open geweest. En we blijven zeggen, we hopen met anderhalve maand open te kunnen. Maar inmiddels is dat weer 3 weken later dat we dat zeiden. Dan denk ik nog steeds dat we niet binnen anderhalve maand open gaan hoor. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien. Donderdag zit ik sowieso weer met Elise. Vrijdag ga ik allemaal dips maken. Die ik dan meteen ga laten testen door mijn ouders en de ouders van mijn vriend. Ik twijfel, ik moest nog iemand van de Hanels bellen. Maar ik twijfel een beetje of ik haar wel ga bellen. Omdat ik gewoon dus niet weet of ik wel met een leverancier wil werken. Het enige is wel dat Vegan Zeestar. Daar kunnen we het niet rechtstreeks kopen van die vegan bacon en zalm.
Omdat je dan echt 1000 verpakkingen moet kopen ofzo. Dat is bizar. En die kan je dus juist wel weer bij de Hanos krijgen. Hi Frederik, je spreekt met Charlotte van 35. Hi, ik moest je nog terugbellen. En dan ben ik helemaal naar het filiaal toe gegaan. Dat nam heel veel tijd in beslag. Terwijl ik eigenlijk het liefst eerst gewoon zou willen kunnen inloggen. En een beetje zou willen kunnen zien van, hey, wat is er nou en wat kost het nou allemaal? Dus dat is een beetje waar ik nu tegenaan loop. Dat ik dan dat het heel lastig is om een inlog ook te krijgen. Ja, echt, volgens mij werkt iedereen hetzelfde als ik het zo hoor wel. We kunnen ook nog helemaal niet goed zeggen hoeveel we gaan afnemen. Welke dagen fijn zijn. Dus daarom had ik iets van, ja, misschien moet ik wel gewoon beginnen met via... directe mensen werken en zelf het gewoon de grote dingen bij een supermarkt bestellen, bij wijze van spreken. Omdat het nog allemaal zo onduidelijk is. Elke groothandel werkt hetzelfde. Misschien interessant, mocht je ook een zaak gaan starten. Ik heb nu besloten in mijn hoofd dat wij nog niet met de groothandel gaan werken. Het is zo lastig, het is zo moeilijk om een account bij ze te krijgen. Het is echt heel lastig. Heel veel voorwaarden, heel veel gedoe. Je moet helemaal weten wanneer je de levering wil, wat je wil gaan bestellen. Voordat je korting kan krijgen, moet je ook helemaal gaan weten hoe vaak je dingen gaat afnemen. En dat weet je gewoon niet als startende zaak. Is gewoon niet te doen. Dus voor nu denk ik gewoon even een groothandel kiezen waar ik de meeste producten lekker zelf kan gaan halen. Zoals een bepaalde wijn, de vegan zeesterzalm, de siroopjes van Monin en alle andere basisdingen. En de dingen die we elke week nodig hebben en te zwaar zijn of zo, lekker gaan laten bezorgen door de snoes Albert Heijn, weet ik het. Zie je maar hoe lastig het is om zo'n menukaart en de levering en alles te gaan samenstellen, zeg. Ja, alright. Nou, weer een vruchtbaar dagje tot nu toe. En het is nog vroeg. Nog eens wat ik vandaag ga doen, want ik had dit weekend van mijn schoonmoeder en schoonzus een vet goed idee gekregen. Ze zeiden, als je met zoveel verse kruiden gaat werken, waarom ga je niet je eigen biologische kruiden verbouwen? Aangezien je een vet groot terras hier hebt, toen dacht ik, ja, nog iets wat ik moet doen. Maar het vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Dus ik heb van alles gekocht. Hier allemaal in ieder geval biologisch. Kant-en-klare potten die je dus gewoon in de aarde kan zetten met meer aarde eromheen. Dan heb je al meteen kruiden. Dit om aan te geven wat alles is straks. Ik heb, volgens mij is dit veel te veel, maar dit is zoveel chiller dan zo'n megazak. Hier moet je dus zelf nog water bij doen. Het terras is nog super lelijk, dus ik vind het helemaal leuk. Ik ben super goed bezig. Ik heb echt al de peterselie, de bunt en de basilicum. In feite zit natuurlijk nu totaal geen prioriteit. We doen eigenlijk alleen dingen die echt prio hebben. Alleen, dat is meer gewoon als soort pauze dat ik dit nu doe. Oh, lekker bezig. En echt vet leuk om te doen trouwens. Die andere setjes die ik echt zelf moet doen, dat doe ik even later. Vet leuk. Ik heb dus net een filmpje opgezocht over hoe je dit nou moet doen. Stekjes maken. En ik weet inderdaad dat als je een stekje hebt, kan je die gewoon in water doen en dan komen er allemaal worteltjes aan en uiteindelijk moet die in aarde. Maar hier heb ik bijvoorbeeld nu deze basilicumplant. Hiernaast is nog super veel ruimte, dus wat ik dus ga doen. Maar hier zit natuurlijk de basis gewoon van de supermarkt in. Volgens mij is het allerbeste om te doen gewoon letterlijk met een nieuw stekje beginnen. Maar ik doe het voor nu zo. Ik ga alleen proberen om hier dus, wat ik op internet heb gezien. Dan heb je dus zeg maar een dingetje af. Zo. En dan haal je de... Oh nee, deze is te kort. Oh, ik weet niet of het wel gaat lukken met deze plant. Dus ik heb niet echt lange. Wat zijn het filmpje die zien waren echt betere. Oh, dit is echt zonde dat ik nu dit heb afgeknipt. Schuin afknippen. En dit dan hiernaast weer in de aarde zetten. Dan komt hieruit gewoon weer een nieuwe. Het is weer meeting time. We zijn al een uurtje bezig volgens mij. Dit is dus het standaard formaat. Alleen omdat wij natuurlijk best wel veel eronder willen hebben. Ja. Wordt dit heel smal. Nee, maar heel lelijk ook. Ja, dus dan zou ik inderdaad de kaarten wat breder maken. Ja. Het enige is wel... Hij is nu 19 centimeter, dus dan wordt hij 38. Bijna het dubbele. Als je hem openvouwt. Oh ja. Nee, als hij gesloten is, is hij 19 en als hij openvouwt is hij 38. Ja, weet je, ik denk beter, want dit is gewoon zo lelijk. Zo opgepropt. Ja. Bizar. Ja, en dit is veel te opgepropt. Kan het nu aan die linkerkant zelfs nog dat het op één regel gaat passen? De Earl Grey Bio en zo. Ja, ik vind dat wel veel mooier. Ik vind het leuk lettertype. Hadden wij die samen gekozen, of niet? Ja. Oh, die is leuk. Chic en speels. Ik zit trouwens lekker in het zonnetje. We hebben weer een meeting. Ik heb niet alles gefilmd dit keer, anders wordt het een beetje te veel. Maar we zijn er nu eindelijk over uit. Nu weet ik het ook. Ik merk wel dat aan mezelf. Ik weet het wel zodra ik het weet. Dat is bij het vetvrije papier. Oké, dit is het. En ook ja. Met de kaartindeling. Het duurde echt
eigenlijk bizar lang voordat we een keus hebben gemaakt. Maar het wordt gewoon twee aparte kaarten die je zeg maar één keer zo openvouwt als een boekje. Met een voorkant en dan een eetkaart met dus drie kanten. En voor hetzelfde drinken een voorkant en drie kanten. En dan de cocktailkaart schuiven we in de kaart. Dus dan heb je eigenlijk twee kaarten waarvan in eentje iets los zit. Ja. En hij wordt wel wat breder dan dit, want anders wordt het een opgepropt zooitje. Ja, en ik heb liever lekker wat tekst erbij, wat beschrijvingen. Dat je ook gewoon het wat levendiger maakt. Ook van, dit is een lichte thee of zo. Dat je gewoon wat uitleg bijgeeft. Ik wil het ook nog geen foto's. Nee, dat ook. Maar ik vind het ook wel leuk om er gewoon wat bij te schrijven. Dat mensen ook niet alles hoeven te vragen. Dat je denkt, oh, ik snap er niks van, weet je wel. Ik zit de hele dag lekker in het zonnetje te werken. Elise en ik hadden dus een overleg van 2,5 uur. Dat was best wel nuttig. Ik heb aan de prijzen gewerkt. Ik kan alleen... Elise moet de prijs nog weten voor de menukaart. Alleen, ik heb echt de hele middag aan prijzen gewerkt. Maar om uiteindelijk een prijs voor één ding te krijgen is echt niet te doen. Want het bestaat uit zoveel producten. Ik ben wel echt heel lekker bezig geweest. Non-alcoholische prijzen, normale prijzen, etensprijzen. Maar het is vet veel werk. Dus... Nou, ik zou dus om 9:30 nog met Elise zitten. Maar daar kwam het tussen en inmiddels is het 8:00 en ik denk dat we niet meer gaan afspreken vanavond. Maar de bel ging, mijn vriend doet open. Ik zeg, er staat een man voor de deur, dus hij doet open. Zegt hij, je moet komen, ik wacht dit voor je aannemen. Is er dus een doos met gebakjes bezorgd? Ik had het kunnen weten, maar ik was het al eigenlijk een beetje vergeten door alle drukte. De moeder van een meisje uit mijn oude klas van de school waar ik dit jaar werkte in Zoetermeer. Die stuurde mij een berichtje dat ze haar eigen cateringbedrijf heeft met taarten en alles. Toen dacht ik van, nou superleuk, want ik vind het echt vet leuk om met mensen uit Zoetermeer samen te werken. We hebben dus een zoete plank en daarvoor hebben we iets van Su en iets van Merel van de bakker. Waarschijnlijk, dat hoeven we niet per se te doen, maar het leek me wel leuk. En het derde wil ik eigenlijk zelf gaan maken. En omdat ik het leukste om het zelf gemaakt te hebben, maar ook omdat de marge dan natuurlijk veel interessanter is. Want op de gebakjes van Su bijvoorbeeld maken we echt bijna geen winst. Dat van Merel ook niet. Daar verdien je gewoon niet zoveel op. Dus om die twee redenen wilde ik het eigenlijk zelf maken. Maar ik sta in mijn eentje in de keuken en het gaat zo onwijs druk worden dat ik dacht... Misschien moeten we de marge gewoon niet op de gebakjes gooien en gewoon dat hebben. Omdat het fijn is voor de gasten dat ze ook iets zoets kunnen krijgen, want dat is niet ons hoofdding. En het mezelf makkelijker maken en lekker geld verdienen met alle andere dingen en niet per se hiermee. Dus ik moest nog eigenlijk de prijzen van haar krijgen en alles en info. En ineens stond haar man voor de deur met echt de meest prachtige, chique gebakjes. Heeft ze gistermiddag gemaakt en haar man zou ook echt zo lekker. Dit is dus met limoncello, iets met witte chocolade, iets met pindakaas, karamel... Hij wist niet precies meer wat alles was. Maar het ziet er zo leuk uit. Ik zou ook van, oh, als ik dit zie, denk ik echt, oh my god, moet ik dit lekker uitlepelen of snijden? Of geweldig voor een proeverijtje dit. Ik hou er sowieso echt van als mensen gewoon lekker initiatief nemen en berichtjes sturen, lekker aanbellen. Dit doet me zo erg denken aan een gebakje bij de bakker vroeger in Frankrijk. Het geeft me helemaal de vibes van het frambozentaartje vroeger. Ik moet echt de limoncello proeven. Dit vind ik sowieso voor de zaak echt... Fantastisch. Het past ook helemaal bij ons. Mm-hmm. Ik ga alles proeven. De helft in de doos doen. En even op de fiets naar Mel brengen. Want ik mag de hele tijd alles proeven. En dat is eigenlijk echt vet zielig. Dat smaakt echt fantastisch. Ik ga nu stoppen met vloggen, anders wordt het veel te lang. Oké, ze zien er niet heel mooi meer uit. Dat was even heel leuk. Gezellig gekletst, maar ook nog even wat dingen met elkaar geüpdate toch wel. Dus dat is wel heel fijn. We hebben natuurlijk al best wel lang geen meeting gehad. Dus ik heb toch wel weer een aantal punten ook meteen kunnen bespreken. En zei, oh, dus dat is wel even heel lekker. En het was even heel gezellig. Ik heb kaas gegeven, kruidenboter, taartjes en thee. Dus ik kan ze allemaal lekker gaan proeven. Dat is ook wel leuk. Ja, ik ben blij dat ik Mel weer even heb gezien. Dus dat was fijn. Vandaag ga ik allemaal diprecepten testen. Morgen komen mijn ouders en de ouders van Hil. En dan kunnen die allemaal gaan proeven. Anders is het zonde als je zelf hebt gemaakt. Dus dan denk ik wel iets van 7 verschillende dingen maken. Dus ik heb hier allemaal ingrediënten en recepten. En dan ga ik lekker beginnen. Oké, hier gaat dip nummer 1. Dip nummer uno is klaar. Dan nu door naar de edamame muntdip. Ik heb 40 gram muntblaadjes hierin zitten. Hier zit dus wel 16 gram korianderblaadjes in. En heel veel mensen lusten geen koriander. Maar ik weet wel dat als het in een dip verwerkt, dat sommige mensen het toch wel lusten. Dus ik ga het wel gewoon doen. Maar ik ga er wel echt op letten dat er verder niet echt koriander in gerechten verwerkt zit. Want er zijn super veel mensen die dat niet willen. De volgende dag en we gaan weer verder. Ik vind het echt wel handig, dit apparaat. Wow, dit ruikt echt naar een milkshake. Ik moet ook nog citroen erin, dat ga ik niet doen.
Ik vind het niet heel lekker. Er moet nog iets bij. Ik vind de aardbei cashew dip niet zo heel lekker. Maar misschien als het straks koud staat en in combi met de andere dip is het wel lekker. Het moet ook een soort van samen allemaal lekker zijn natuurlijk, de afwisseling. Ik ben hier nog lekker een traditionele kruidenboter aan het maken. Sexy in mijn badjas. Ik wilde gewoon meteen beginnen toen ik wakker werd, dus ik sta hier lekker in mijn badjas. Ik heb hier nog een limoen chili boter en ik ben bezig met een frisse yoghurt dip. Ik heb wat dingen bijbesteld. Ik zit inmiddels al op €150 voor wat ik dit weekend aan het testen ben. Het is echt bizar. En het kost ook heel veel tijd. Maar ik vind het wel wel leuk, dus ja, ik ga er gewoon lekker mee door. Ik ga nog een feta grote paprika dip maken. Wow, dit is een zieke hack. Hij was dus te dun. Dan heb ik er dus wat broodkruim bij gedaan. Oh, dit is lekker, dus geroosterde paprika. Deze is echt heel lekker. En deze is dus perfect voor Koningsdag. Nou, de visite is er en we gaan lekker borrelen. Dus ik ga de plank maken. De borrelplank is zeg maar niet het bijzondere vandaag, maar de dips heeft vandaag het ding. En hier staan ze allemaal. Zien er echt leuk uit, al die verschillende kleuren. Kijk, het ziet er al super leuk uit met die verschillende kleuren, verschillende boters. Ik ben echt benieuwd wat ze ervan vinden. Deze vinden wij dus zelf alleen niet echt een succes. Maar ja, als heel veel mensen hem lekker vinden, dan is het leuk. Maar ik denk dat dit hem sowieso niet gaat worden, de aardbei cashew dip. Nou, alle verschillende bakjes, daar hou ik van. 6 grote bakken voor de 6 grote potten. Dan ga ik even kijken welke de kleur het mooiste uitkomt. Bijvoorbeeld dit bakje vind ik niet zo heel mooi, maar die komt denk ik wel leuk tot z'n recht met... Nou, misschien een witte. Oké, dit vind ik wel een mooie kleur ook voor mee. Ja, want ik moet echt oefenen hoe ik dit ga doen. Dat is een beetje het ding. Dan heb ik echt een focus. Nou, deze gaat denk ik niemand lekker vinden. Oeh, deze is nu al heel hard geworden. Misschien iets te... Ik moet zeggen dat dit er echt al geweldig uitziet. Ik vind eigenlijk... Dit er heel mooi uit omdat het zo smooth is. Dit vind ik misschien net te vol. Ik vond dus dat het voor boter best wel mooi om een glazen bak te gebruiken. Het maakt niet zoveel uit. Maar ik heb bij de IKEA dus vaccinelichthouders gekocht. Die vond ik echt perfect. Oh ja, maar ik moet zeggen, deze potjes zijn ook leuk hoor. Om neer te zetten? Ja, natuurlijk. Dus ik dacht, dit is super. Oh. Ik moet niks anders doen. Ja, maar in de zaak ga ik het niet in zo'n potje doen. Dat is te groot. Nee, maar je hebt er zo'n kleiner. Ja? Ja. Nee, het is wel veel ruimte. Ja, het is nee, wel leuk. Nee, het ziet er super leuk uit. Als je de randjes schoonhoudt, dit kan je even afspoelen. Dit kan je even afspoelen. Afhalen. Kan je makkelijk afhalen. Dat ziet er fantastisch uit. Hier is het mooi om een heel klein beetje paprika poeder op te gooien. Ja. Waar heb je de recepten vandaan dan? Veganboek. Maar die dips zijn wel heel bonerig. Heb je nou een Pinterest-board of niet? Nee, ik ben ook al jouw recepten die je me hebt gestuurd, die heb ik niet ergens nu opgeslagen. Nee, maar ik zou als het jou was... Echt waar, Pinterest is de beste plek om alles op te slaan. Ja? Kun je een categorie maken. Mooi. En bij deze papa zou je gehakt amandelen kunnen doen. Bij die donkergroene. Oh wow, dat ziet er ziek mooi uit. Ik had niet eens over nagedacht om het zo te doen. En dit ook nog of niet? Een cashewnoot. Hm? Hoe zou je dat doen? Oh, die cashewnoten. Die hoort ook bij die dip. Oh, dan moet je gewoon even hakken. Ja? Ja, maar heb je een bakje? Heb je een vijzel? Nee, heb ik nog niet. Oké, het ziet er echt... Heel mooi uit nu. Ik zal nu even aan jullie vertellen wat het is. Dit is een aardbei cashew dip met ook nog andere ingrediënten natuurlijk. Dit is een beetje klassieke kruidenboter, frisse yoghurt dip, chili limoenboter, erwten citroen dip, rozemarijn zeezoutboter, paprika feta dip, artichok bonen dip, edamame munt dip en brood, olijfbrood en scrunchy toastjes. Het is heel mooi. Oké, waarschijnlijk van papa dat ik hem nu te vol heb gegooid. Ik zal het, als ik de vlog terugzie, kan ik beoordelen of ik vind dat hij net mooier was. Maar ik vind hem echt gorgeous. Oh my god, iedereen is heel erg enthousiast over hoe het eruit zag sowieso. Maar dus ook over de smaken. Ze zijn helemaal aan het genieten. Ik heb hier echt een super goed gevoel bij. Wat vind je ervan? Mm. Ik vind het echt zo verfijnd te smaken. Welk vind je lekker? Ik ben heel erg onder de indruk van die aardbei met cashewnoten. Zo grappig. Waar heb je dat mee wit gemaakt? Hoor? Het is niet wit. Ja, maar je hebt aardbei cashew. Cashew is heel wit. Ja, niet een soort nogal yoghurt. Wat voor roomachtig iets gemengd. Niks. Maar er zit wel een magisch ingrediënt in. Ja, welk magisch ingrediënt is dat? Broodkruim. Echt zo? Omdat die zo dun was. Maar die bindt. En ook in deze. En deze heb ik iets te veel in gedaan, vind ik zelf. En daardoor smaakt hij ook een beetje cookie-achtig. Maar dat bindt hem. Ja. En ja. Ik was ook erg onder de indruk van je... Waar dit groene erwten? Ja. In combinatie met?
Citroen, amandel, basilicum. Maar die groene erwten ben ik erg gek van. En welke vind je niet lekker? Nou, deze heb ik ook geproefd, vind ik erg lekker. Ik heb nog niks geproefd wat ik niet lekker vind. Kan dat ook? Ik ben moet nog niet zijn op de helft. Maar jij houdt niet zo van citroen, dus misschien ga jij straks zeggen dat je te veel zuur vindt. Ik vind deze lekker. Oh, die is heel zuur. Nee, die vind ik lekker. Oh, dan is deze. Deze vind ik lekker. Deze vind ik lekker. Deze vind ik lekker. Deze vind ik lekker. Die is lekker. Je hebt gewoon lekker. Is, nee, die is die heb ik nog niet gehad. Die. Deze heb ik dus zelf bedacht. Dus ik ben ook benieuwd wat jullie van dit gaan. Die nu nemen. Ik vind de smaak van de olijven uit het olijfpad heel overheersend. Ja, dus het is heel moeilijk om terug te gaan naar de oorspronkelijke smaak. Ja. Dan ben ik wel heel eerlijk. Dan moet je eigenlijk dat brood nemen. Ik vind het wel, ja, maar dit brood vind ik wel heel lekker. Deze is ook geschikt voor kinderen blijkbaar. Nice. Nou, dus. Iedereen is echt mega enthousiast. Zo leuk. Ik word er echt super blij van, want dit is de eerste test, hè? En nu al zo positief. Er zit wel veel knoflook in. Te veel? Nou, morgen toch niet naar yoga. Want verder zit alleen in die echt knoflook. Als iemand steeds bij me komt en mijn houding corrigeert, heb ik veel te veel. Zij vindt die super lekker. Ja, juist, gezellig. Wat was echt? Paprika's inderdaad. Moeten jullie wel lang blijven zitten? Die heb ik dus zelf bedacht, pap. Niet van internet. Die is niet van internet. Of uit een boek. Zo lekker. Ik vind het zo leuk dat mijn eigen dip zelf verliefd is. Heel mild die je nu proeft. Je mag iets meer zout in. Oh, oké. Okay. Even proeven. Ik vond die ook te mild namelijk. Ik heb nog 3 dips gemaakt. Waarvan 2 dips die het niet worden. Dit is een zwarte bonen kappertjes artichok dips. Echt niet lekker. Dit is weer een ander soort boon met gedroogde tomaat en zo. Maar die vind ik ook niet lekker. En deze 3 vind ik wel echt top. Dit is een bonen dip met artichokken en allemaal verse kruiden. Een ander soort bonen dan eerst. Heel lekker. Een curry banaandip en een bieten sesam kikkerertendip. En de andere dips heb ik dus aan Mel meegegeven en aan Bart. En die hebben het ook door hun hele familie laten proeven. En andere mensen zijn ze nog aan het proeven. En ondertussen probeer ik dus ook nog andere dips uit. En als deze 3 nu goedgekeurd zijn, dan denk ik dat ik het wel klaar heb. Het gedeelte van de dips. Dus dat is heel fijn. Ondertussen ben ik eigenlijk de hele tijd alleen maar met de menukaart bezig. En vandaag heb ik nu voor het eerst dat ik denk van, volgens mij... Ik zeg, als deze 3 dips ook het worden, dan is de kaart eigenlijk wel. Misschien wel leuk om even te vertellen waar ik mee bezig ben. Want ik vlog heel weinig, want ik echt alleen maar achter de computer zit. Maar ik ben dus nu zover dat de kaart vrijwel rond is voor mij. Ik moet nog wel even door mail laten checken en zo. Maar in ieder geval zo goed als af. En als er nog iets in verandert, is dat ook niet erg. Maar dan staat de basis in ieder geval wel. En nu ben ik dus bezig met de margeberekening. Of na de margeberekening. Ik ben eerst alles aan het terugrekenen per persoon. Dus ik heb net berekend dat ik denk dat 30 gram dip een goede 1-persoonsportie is. Zeg maar zo'n klein standaard glazen bakje, dat is ongeveer 30 gram. Ja, je krijgt natuurlijk veel meer dan alleen 1 dip. Dus ik vond dat wel een mooie portie. Misschien is het zelfs nog te veel, ik weet het niet. Maar daar ga ik nu van uit. En dan heb ik dus mijn recepten. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld 1 recept, die is dan voor 360 gram. En dan moet ik dat dus 360 delen door 30. Dat is dan 12. Dat betekent dus dat ik alle hoeveelheden die hier staan gedeeld door 12 doe. Nou, met die zout en zo is dat echt niet te doen. En als het bijvoorbeeld 3,4 is, dan rond ik het af naar 4. Zodat ik het wat ruimer neem. Nou ja, ruim. Het is echt geen verschil natuurlijk. En zo ga ik alles terugrekenen naar een 30 grams portie. En dan weet ik dus wat 1 dip gemiddeld kost. En dat ga ik nu dus voor alle dips doen. Dat is nu mijn doel voor vandaag. Maar dat... Het duurt dus onwijs lang. En daar ben ik dus nu zo mee bezig. Ik heb voor nu eventjes elke dip zeg maar opgeschreven en een tabelletje eronder gezet. En nu moet ik alles gaan invullen. En ik heb alles nu best wel netjes geordend per flap. Zeg maar flap betekent dus de kaart. Dus de eerste flap van de etenskaart is dan de voorkant. En daarna komt de brunchplank en de kidsplank. En dan heb ik dus de menukaart hier staan. En hier de prijslijsten. Ja, zo ben ik daarmee bezig. Ik gebruik geen... sheet die het automatisch voor me uitrekent, want daar werd ik helemaal gek van. Dus ik bereken alles zelf en het kost misschien iets meer tijd, maar dan heb ik wat meer het overzicht voor mezelf. Nu ben ik dus zover dat ik alle ingrediënten erin heb gezet en het aantal gram per persoon. Dit en dan moet ik dus nog voor alles nu gaan zoeken. Want dit zijn dingen uit de frituur, die hoeven nog niet. Maar alle zelfgemaakte dingen heb ik nu dus opgeschreven. Nu gaan we kijken waar ik het ga kopen. Veel dingen dus bij de macro. Wat het dan kost. Per hoeveel gram je het inkoopt, of wat de portie is en wat de prijs is. En dat dan omrekenen. Dus delen door het aantal porties en dan de kostprijs en blablabla. Bla. Dat komt later nog de verkoopprijs, maar dat weet ik nog niet. Daar moet ik de marges nog voor weten. Dus zoals je misschien wel begrijpt, is dit echt best wel een pittige job. Het hoort er allemaal bij. Ik vind het wel echt fantastisch dat je op die manier alles gewoon voor je hele kaart zelf hebt gedaan. Oké, nou heb ik dus de hele dag daar aan lopen werken en...
Hoe ik het nu een beetje doe, is dat ik dan 's avonds, in plaats van dat ik ga chillen, wil ik ook nog werken, maar niet hetzelfde werk als overdag. Dus dan ga ik dus dingen testen. En nu ga ik eindelijk voor het eerst keer iets zoets testen. Ik ga vegan brownies maken. Met een recept die ik heb gevonden op internet voor echt fudgy brownies. Zag er super lekker uit. En dan ga ik de mix door de helft doen. De ene helft ga ik met witte vegan chocolade doen. Van kokosolie gemaakt. En de andere helft ga ik gewoon pure chocolade doen. Sommige pure chocolade bevat melk, zag ik trouwens. Dus ik heb nu deze. Gewoon deze. En de helft met deze. En dan heb ik ook eventjes vormpjes gekocht bij de Action. Om kleine brownies ervan te maken. Misschien is dat leuk voor de zoete plank. En ik heb rijstolie, want zonnebloemolie is nergens te krijgen. En er moet nog plantaardige melk in. Dan heb ik nog tarwebloem en suiker. En dan ga ik alles lekker mixen. Ik heb er echt super veel zin in. Vanillearoma. Hier moet je voorzichtig mee zijn, want ik had laatst echt te veel, want toen vond ik het heel vies. Niet aroma, trouwens extract. Dus dat is echt gewoon vanille. Ik had trouwens voor vegan brownies, maar ik denk dat ze net zo lekker zijn als geen vegan brownies. En dan kan dat gewoon voor iedereen, ook als je niet vegan bent. Dit is van de Jumbo dus. Ik hoop dat ik hem kan smelten. Ik denk het wel, dat is kokosvet. Daar gaan ze. Wat is hier nou weer gebeurd? Ik ga stuk. Dit is echt compleet mislukt. Goedemorgen, vandaag is het weer Elise dag. Ik verheug me altijd op de donderdag, omdat ik dan... Dat is de enige dag dat ik nu echt iemand zie waarmee ik kan werken. Want ik zie Mel gewoon nooit meer. En ik word wel een beetje gek van alleen maar achter de computer zitten. Ik ga nu lekker snel naar de sportschool om de dag goed in te plannen. En dan vanaf 10 uur met Elise aan de menukaarten. En verder zijn we ook druk bezig voor Koningsdag. Maar ik spreek jullie straks weer. Deze had je al gezien natuurlijk. Ja. Dan had ik dit printje, maar dan dacht ik meer voor de cocktailkaart. Dus dat het niet zo overweldigend veel is. Ik hou van dat soort printjes, maar ik weet niet of Mel het leuk. Ik had ook zo'n soort behang gekozen. Ja. Het is wel een beetje bruisend. Ik heb zeg maar dit als logo printje. Dit als printje voor jou. Eigenlijk vind ik dit ook heel... chic. Ja, chic. En ik had dit meer een printje voor Mel. Oh ja, grappig. Maar die heb ik in verschillende kleurtjes. Want ik dacht... Eigenlijk als ze qua kleuren bij elkaar blijven, zoals bijvoorbeeld dit, kan het ook zijn dat dit bijvoorbeeld de drankkaart wordt, dit bijvoorbeeld de foodkaart en dit bijvoorbeeld de cocktailkaart. Ja. Want het matcht, als het dezelfde kleur is, matcht het allemaal wel bij elkaar. Als ik het zo zie, vind ik die vetvrij papier voorkant toch wel heel druk naast die andere. Bij cocktail had ik denk ik wel kleur in gedachten, maar ik vind het wel leuk. Ja, het kan ook met kleur hoor, alleen dan wordt het dus of... met roze of die petrolkleur. Ja. Want roze en petrol vinden we niet zo mooi samen. Moeten we niet misschien iets doen met het behang wat we gaan kiezen of zo? Nou, dat kan ook. Maar weten jullie al welke jullie gaan kiezen? Die zwarte met palmbomen. Maar die kan je ook downloaden op de site. Maar het is deze, die palmboom. Oh ja, ja. Die is leuk. Ja, maar ik hoef ook voor niet per se een palmbomen uitstraling. Maar hij is wel mooi. Volgens mij is het ook niet zo scherp als je het hier downloadt. 10 euro. Nou, dit kan echt niet hoor. Deze kan niet. Die bizai.nl. 28 april op mijn verjaardag wordt het dan pas geleverd. Een dag te laat. Helaas. Oh, maar ik zie hem echt rood. Is het oranje? Ja, misschien toch iets meer dan richting licht pastel oranje. Rechts is een andere kleur oranje dan links. Dus je moet maar even kijken wat je... Oké. Nee, dan is die andere kleur oranje toch... Nou, weet ik niet eigenlijk. 5 werkdagen, dat redden we niet. Elise en ik hadden tot 12 uur. Het is nu 3 voor 12 om de menukaart te bespreken, maar... Daar zijn we nog niet. Ja, we waren bij die voorkanten. Omdat dus ineens over Koningsdag gaat. Het is weer lekker zonnetje en we hebben weer een meeting. Elise en ik zaten in andere meetingen. Nu is ze weer hier voor mij. Yay. En we zijn bezig. Eigenlijk stond menukaart op de planning vandaag. Elise heeft misschien over een half uur een nieuwe komen. Maar we zijn dus eerst met stickers bezig geweest. En nu met de banner voor Koningsdag. Dus ik hoop dat we nog aan de menukaart toe komen. Maar ja, dit is nu wel echt belangrijk. We gaan dus voor een banner. Het is van stof, maar ook soort plastic. Ik weet niet precies, maar het is dun. En niet de beste kwaliteit voor 25 euro ongeveer. Maar ik vond het gewoon belangrijk dat we hem vaker kunnen gebruiken. Ook omdat er meer... Er komt het Tackle Festival komt eraan. Blues Festival en nog soort... Weet je, dan kunnen we hem steeds herbruiken. En als je menu er dan op staat, die dan elke keer anders is, vind ik niet handig. Als het oranje is, is het niet handig. Dus we maken gewoon een basic ding die we vaker kunnen gebruiken. Ja, dit biertje vind ik denk net kinderachtig of zo. Hier zit allemaal dingen toe te voegen. Kijk. Hier zit er wel met zonlicht, maar jullie kunnen het wel zien. En dat ik zwart-wit op zich best wel leuk vind. Nu hoeven we een keer niet extra te betalen voor kleur, dan kiezen we voor zwart-wit. Ja, inderdaad. Wat een rare kleurcode, hij is helemaal wit van binnen. Ja, daar kan je logo in. Echt? Ja. Huh? Oh. Oké, kan jij dan nu van het scherm... Oh ja, check of die doet.
Oh my god, ja. Dat vind ik echt bij ziek. Bij mij dus niet, maar bij jou... Ziek professioneel? Ja. Zo grappig. Oh my god. Dit is echt super grappig. Ik vind dit eigenlijk wel heel leuk. Ja. Waren grote. Misschien is er nog een leuker lettertype, dacht ik, dan deze. Maar het is wel prima. Ja, en als dit niet mooi is, ja, inderdaad, het is 21 euro. Dat is wel, voor ons is het nu veel, maar het is in feite gewoon best wel een goede prijs. Nou, super blij. We kunnen niet meer aan de menukaart nu, maar ze heeft haar bestanden gestuurd, dus daar kan ik vast naar kijken. En we hebben nu dus onverwachts gewoon oranje stickers, een mega spandoek, die we vaker kunnen gebruiken voor Koningsdag. Dus daar ben ik super blij mee dat het af is. En het is zo leuk. Ik zeg ook tegen Elise van dankjewel. Zegt ze, oh, ik vind het ook echt top met jou. Ja, ik kan zo lekker ook met haar overleggen. We zitten qua creativiteit best wel gelijk. Met snijmarge zonder. Helemaal blij mee. Heeft ze dus nu voor mij puzzelstukken gemaakt, die lieve schat. Dit is raar. Je zou nooit denken dat dit in totaal het hele logo wordt. Ik heb trouwens echt fantastische thee-eieren gevonden en besteld. Dus ze zijn binnen. We hebben 15 stuks besteld om mee te beginnen. En dit zijn ze. Ik heb het net gebruikt en ongespoeld. Maar ook even getest van hoeveel gram moet er in. Want ze zeggen dat je 2 gram thee per persoon gebruikt. Maar ik ga gewoon even uit van 4 gram. Dan kwam je ongeveer tot hier. Zag het wat mooier uit. Want ze smaakt gewoon super lekker sterk. En ik heb iets van ja, als je uitgaat van iets grotere hoeveelheid thee gebruikt, is het beter dan dat je 2 gram invoert en eigenlijk 3 gram gebruikt. Weet je wel. Dus ik neem alles wat ruimer voor de veiligheid. Maar hij is super mooi. Ik heb ook getest of hij makkelijk om te spoelen is. Nou, het ging prima. Hup in de prullenbak. Beetje water erin. Hij is weer schoon. Maar nu ga ik dus iets heel cools testen. Ik heb namelijk iets heel tofs bedacht, vind ik zelf. Namelijk voor kinderen heb ik knetterthee bedacht. Ik heb het nog nooit ergens gezien. Als ik het google, bestaat het ook letterlijk niet. En dat ga ik nu testen. Ik wil echt gewoon mijn naam prenten op dit idee. Knetterthee. Ik heb het een keer per ongeluk bedacht. Toen ik voor de grap deze combinatie testen. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is fantastisch voor kinderen. We hebben ook Magic Lemonade op de kaart. Dat is limonade die van kleur verandert. Maar die bestaat wel al, zeg maar. Dat is gewoon een natuurlijk product dat van kleur verandert. We hebben overigens nog geen theekoppen. Dus ik denk niet dat ik die roze voor de thee wil gebruiken. Ik heb net thee getest in deze kop. En dat was dus best wel breed. Dus ik heb liever een wat hogere. Ik ging net uit van 300 ml water. Oh my god, ik vind het zo cool. Ja, ik vind dit dus echt gruwelijk. En ik ben geen kind. Maar het knettert dus maar heel kort. Maar misschien heeft dat te maken met de temperatuur, omdat het net uit de waterkoker komt. Poging 2 in een ei die niet nat was. Wel met gekookt water. Het effect is te snel voorbij. Ik denk dus dat de vorige keer, toen ik het per ongeluk ontdekte mazzel hadden, dat het theewater eigenlijk niet meer zo heet was als theewater. Dus ik denk ineens, suiker smelt bij 186 graden. Als iets niet werkt, is het suiker in thee gooien. Dus misschien moet ik geen knetter thee, maar knetter limonade doen. Deze thee, Mon Cheri trouwens, heb ik nu voor het eerst geproefd, is onwijs lekker. Dus ik heb net de kaart veranderd en 1 thee eraf gehaald. Dit ga ik nu dan proberen in koud water met siroop. There we go. Juist, dit is het. Je lost het niet te snel op. Het is er nog steeds, ja. Dit is toch geniaal. Ik ga even googlen of dit niet wel al bestaat. Niet allemaal mijn ideeën nu stelen. Dit is het. Vinden kinderen dit interessant genoeg? Sowieso ziet zo'n staafje er mooi uit. Ik kan dus ook limonade maken met deze thee. Dus moet ik even gaan ontdekken welke thee lekker is om koude limonade mee te maken. En dan ga ik knetterlimonade doen. Dit is toch leuk? Ik zou dit heel leuk vinden. Ik moet eigenlijk zo'n thee zoeken waar je ook iced tea van kan maken. Dat hebben ze ook. En dan moet ik even eentje zoeken die zoet genoeg is. Oké, maar het knettert. Mystery solved. Ik ga hiermee verder. En Elise heeft vandaag weer tijd voor me kunnen maken. Dus we zitten weer. Hey. Nu wel echt. Hi. Nu wel echt even aan de menukaart. En nu is het dus even kijken van oké, dit ziet er gewoon heel clean uit, maar het is natuurlijk vrij simpel, gewoon een witte achtergrond. Dus moeten we een achtergrondje gaan doen of niet? En qua tekst wordt het nog best wel krap, dus misschien hebben we de breedte echt nodig. Dat we hier nog meer de breedte in moeten, dus daar gaan we nu even over hebben. Het is wel voor 35. We hebben dit pas net een paar uur geleden besteld. Oh my god, ik vind het heel spannend. Heel nice. Oh my god, dit is zo grappig. Ik zit ondertussen nu al te vloggen. Oh mijn god, hoe kan dit zo snel? Ja, het is wel echt mooi hoor. Ja? Ja. Zeg maar een beetje in dezelfde kleurthema's houdt. Ja. Kan alles wel matchen. Precies, ja. Waar? Maar is het roze of welke kleur hebben we nu? Nee, ik heb nu een nude kleur. Oh ja, nude kleur. Is ook mooi. Ja, dat je links
linkerhelft van de pagina dips en spreads. En dan dips, boters. En dan rechts misschien sides. Ja, alleen het is meer hoe we dan even... Dan moeten we even nagaan denken over je prijzen. Hoe we die dan willen categoriseren. Ja, het mooiste vind ik gewoon als het erachter staat. Vind ik wat chiquer, denk ik. Of vind jij het handiger als het in een wel gecategoriseerd is? Nou ja, als je twee kolommen wil, kan het er niet achter. Want je hebt twee formaten. Ik vind het ook mooier. En vier stuks, acht stuks, heb je die bewust zo een beetje scheef of niet bewust? Ik moet, kijk, ik trek straks allemaal linealen. Oh ja, ja, ja. Ik vind het best wel netjes nu. Ik vind het heel netjes. Helemaal, ik ga jullie eindelijk eens weer het pand laten zien, want ik ga er naartoe. Ik heb vanochtend een aantal inkopen gedaan voor Koningsdag. En nu ga ik naar Mel. Heel even kort meeten en dan gaan we naar iemand van Plein 23, die is gestopt. We gaan kijken of er dingen zijn die we willen overnemen. Dus ik ben bijna bij het pand. En dan laat ik het jullie ook weer eventjes zien. Oké, eindelijk weer eens wat vloggen. Mensen hebben jou 100 jaar niet gezien. Ik ook. Even laten zien aan de vlog. Ja. Ik heb gewoon nog helemaal niks gefilmd hier. Jawel, ik heb wel gefilmd. Ja, ik heb niks gefilmd natuurlijk. Kijk hoe vet. 1 minuut aan beeldmateriaal, ja? Ze hebben alles al bijna helemaal gewit. Ziet er echt top uit. Dit wordt heel vet ook. Latjes voor bij de bar. Looking good. Dat is wel vet. Het valt denk ik wel genoeg op. Even een interview. Interview. Hoe gaat het met jou? We hebben een heel ander leven op dit moment. Ja. Totaal niet te vergelijken. Nee. Maar overleef je het nog? Ja. Ja? Tuurlijk. Het is voor het goede doel. Wat wel heel leuk is dat we nu fysiek bijvoorbeeld de banner al in handen hebben. Dat we stickers krijgen en dat we met Koningsdag echt gaan staan. Dan gaat het wel echt leven voor ons ook. Ja. En dan voelt het ook weer een beetje als een beloning voor het werk. Dat we ook echt Zeker. Mogen gaan doen wat we leuk vinden. Dus dat is fijn. Hey, hallo, het is maandag en ik heb een vrij sociaal weekend gehad. Echt wel leuke dingen gedaan, niet alleen maar gewerkt. Ik merk alleen wel dat je ook tijdens die leuke dingen alleen maar met je werk bezig bent. Ik heb heel veel vrienden en familie van mijn vriend de menukaart laten zien. En het was best wel pittig, moet ik zeggen. Want mensen zijn natuurlijk heel kritisch en nemen ook een rol aan. Ook bij tipsproeven van ik moet nu op zoek gaan naar iets wat niet goed is. Dus dan mis je af en toe de positieve feedback. Want mensen heel erg je proberen te helpen met wat er nog veranderd aan moet worden. En op een gegeven moment had ik echt iets van... Dit is het concept. En toen werd het zoveel feedback dat ik echt gek werd. Maar goed, ik heb er wel mee gedaan. Dus ik ben nu continu dingen aan het aanpassen. En naar die mensen aan het sturen. Zeggen, wat vind je hiervan? Vind je het nu beter? En met dips heb ik iets van, dat is een smaak. En dat wisselt gewoon heel erg per persoon. Met zo'n kaart, ja, het moet gewoon duidelijk zijn. Dus ik heb behoorlijk wat dingen lopen aanpassen. Gisteren nog 4 uur lang. En in het weekend nog dingen. En nu vanochtend weer een paar uur. En denk ja, op die manier werk je wel naar uiteindelijk de perfecte kaart toe, denk ik. Nu ga ik even een half uurtje rijden om een krijtbord op te halen via Marktplaats voor Koningsdag. Het is nu niet super mooi, maar wel ideaal dat we daar gewoon even onze dingetjes op kunnen schrijven. En niks hoeven te laten drukken, wat toch allemaal tijdelijk is nu. En dan kunnen we het ook bij de volgende feestdagen gebruiken. En de prijzen last minute misschien nog veranderen als het anders is dan de andere op het dorpsplein, dat soort dingen. En dan ga ik naar de Macro en om Koningsdag inkopen te doen. En... afspraak niet met Hidden, maar met een andere man van de Macro die me nog even worst en vis gaat meegeven om te proeven. Zo, dat was even een stukje rijden, maar heb ik mooi wel voor een tientje een mega krijtbord kunnen scoren. En nu ben ik bij de Macro. Tadaa! Mega toren. Kijk hoe een zieke car, jongens. Jongens, kijk hoe vet dit soort mega verpakkingen. Dan ineens gaat het echt, wordt het echt echt. Want als je geen horecazaak hebt, dan ga je nooit zulke potten kopen natuurlijk. Oké, ik ben in het pand. Maar kijk, ze hebben dus gisteren de 1 avond te koop gedaan. Hier komt dus ledverlichting in. Het loopt tot daar. Omdat we hier dan zo'n heel groot flessenrek willen, het liefste. Maar dat is met de timmerman eventjes in 1 avondje gedaan, toch? Ik ga nu alles uitruimen, ik weet helemaal niet waar ik het neer ga zetten. Dit is van Merel, denk ik. Sorry hoor, maar ik ruim net het plekje uit. Waar zou ik alles zetten? Want moet ik het al in de koeling doen? Of moet ik het ervoor of erachter? Of had je daar al een idee over? Zijn we lekker bezig? Ja, ik ben hier. Ja, ik ben hier. Ja, ik ben hier. Ja, ik ben hier.
eerst de stellingen beginnen, jongens. Het is zo spannend. Kassa systeem. Dit is ons bord, alleen de dip moet er nog bij. Nee, die heb ik nog niet af. Die ziet er leuk uit. Het is 8:30 geweest. Het is nu denk ik al. Ja. Wil je er gezellig in ook? Met je split cocktail. Met mijn split is heerlijk. Lekker, hè? Echt heerlijk. Top. Ja, mensen van de split cocktail, super lekker. We hebben super goede omzet gedraaid. Echt heel leuk. Mensen hebben dips laten proeven, want veel mensen kochten het niet. Omdat ze toch niet kennen en vooral drank wilden. Dus ik heb echt over het hele terras gelopen met die bakjes dips. Mensen vonden het helemaal leuk. Hier laten proeven vonden ze ook helemaal lekker. Alle ijsjes hebben we weggegeven, die werden ook niet verkocht. We hebben nog super veel over, maar we hebben ook echt heel veel volk verkocht. Het was niet normaal. Mel stond daar continu cocktails maken en dan stond ik deed de kassa te doen en dan riepen we bier dit en dan gingen de mannen het allemaal pakken en het was eigenlijk echt top. Het was zo leuk, niet normaal. En nu is het hier weer bijna helemaal leeg en het was echt geweldig. Het hadden we ook financieel natuurlijk nodig, maar we hadden het ook even emotioneel gezien nodig om weer even wat leuks te doen in plaats van alleen maar Mel aan het klussen en ik achter de computer. Nu moeten we alleen morgen. Morgen ben ik jarig en morgen moeten we dus om mijn verjaardag. Zo leuk. Hij ziet er echt nog heel knap uit, hoor. Ja. Ja. Was leuk en wel even wat anders doen. Ja, dat blij, wel. Hè? Ja, dat wel. Ja. Dus, leuke mensen ook allemaal hier. Ja, het was echt leuk. Mensen waren super aardig en iedereen kwam al continu terug. En ze vonden dus de cocktails van mij heel lekker. Ze vonden die watermeloen met snoepjes heel lekker. Sowieso. Ja, nu moeten we dus alleen morgenochtend echt nog heel hard werken. Want vrijdag wordt de vloer gelegd en moet de pand leeg zijn. Ja, ja. En wel nog even een shout-out naar iedereen die geholpen heeft vandaag. Want zonder al deze handjes hadden we het niet gered. Dat is wel echt waar, hoor. Ja, dat is echt waar. Want het was zo druk, jongens. Ja, we hebben niks gefilmd. Nee, ook niks op story gezet. Nog ik heb wel wat filmpjes, maar ja. Ja, dat is echt leuk. Dus ja. Leuke jasjes. Woehoe, ja, superleuk. Nou, doei. Even, zal ik even laten zien hoe het er hier nu uitziet, trouwens. Dit is het vuilnis. We hebben kids een euro gegeven om zakken te vullen. Mel heeft heel veel opgeruimd. En dit is allemaal vuilnis. Nou, hier zijn we nog lekker met dit. We gaan nog proeven. Allemaal glaswerk. Allemaal kartonnen dozen. En dan, ja, dan is er hier nog super veel over. Maar we hebben echt veel verkocht. En de troep is niet normaal. Maar een geweldige dag was het. Echt top. Good morning. Wat een dag gisteren. Vandaag ben ik trouwens jarig. Het voelt echt totaal niet zo op mijn hoofd. Staat natuurlijk daar echt helemaal niet naar. Het valt mee om hoe ik ben, hoor, maar ik ben gewoon echt wel gaar. Gelukkig heb ik ook niet gedronken of iets. Ik drink natuurlijk de laatste tijd echt niet, want ik kan niet gebruiken om vol te zijn. Nu ga ik ben ik in de Dorpsstraat. Ik ga door die poortjes rijden voor 11:00. Mel heeft om 11:00 weer een afspraak, dus daarom moesten we weer wat eerder. Dus we zijn hier nu om 10:00. De vader van Heel is er ook. Die gaat helpen met een ritje Grofvel, super fijn. En dan moeten we het hele pand weer leeghalen, dus weer allemaal dingen in de auto gaan zetten. Dingen gaan opstapelen, want we hebben nu natuurlijk een bar waar we dingen op kunnen zetten, dat wel. Ik hoop dat we maar één keer naar het Grofvel hoeven met grote zakken. Dat de vader van Heel dat kan doen. En dat wij dan nog ook dingen hier bij de glasbak en de papierbak kunnen gooien. En dat we niet te lang bezig zijn. En dan ga ik even lekker sporten. En dan even mijn verjaardag vieren, denk ik. Vanmiddag. Ja, echt zo stom iets om na zo'n leuke dag te doen. Het hele pand leeghalen. Maar hoe leuk dat de vloer morgen wordt gelegd. Dus, yay! Oké, de auto van mijn schoonvader zit helemaal vol. Dus die hoeft in principe als enige naar het Grofvel te rijden. Dat is fijn. En dan ga ik nu dit eventjes fixen. En zo ziet het er dus nu hier uit, hè? Oh my god. Dingen die ik wilde zijn er niet. Voor je pot. Tieten. Ik heb hem echt de hele nacht opgeladen. Dit plankje. Ja, het is wel een prima temperatuur om te proeven. Het ziet er niet uit als ik het zo doe.